It goes down. Hey, Wassima hier. En tof dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Wassima kijkt in de telefoon van. En vandaag heb ik een strijderin naast me zitten. Ze gaat ontzettend lekker. Niemand minder dan Zoe J. Daar zit je dan. Yes. Ja, een beetje gespannen, een beetje licht gespannen. Hoe gaat het met je? Kijk, ik denk dat mijn telefoon gewoon clean is, maar het kan gewoon... ja, ik weet niet, het is gewoon leuk. Mensen zien me meer persoonlijk, toch? Wat kan ik verwachten? Waar ben je een beetje bang voor? Laat ik het zo zeggen. Het is gewoon spannend, omdat ik niet... Ik weet zelf niet eens wat ik binnenkrijg, snap je? Je mag je telefoon overhandigen. Even kijken, je achtergrondfoto. Op de achtergrond heb je Tenaya. Ja. Vertel. Ik heb niet veel... Stijlvoorbeelden of fashion icons, maar zij is wel iemand waar ik naar opkijk qua stijl. Ik zie hier NS-apps, nog steeds de trein, lifestyle. Ja, ja. Hoe is dat voor jou, openbaar vervoer, lifestyle? Word je veel herkend? Word je veel... Ja, ik had gisteren nog echt iets zo vervelend in de trein. Ja, wat dan? Ik kwam van Tilburg en ik ging naar Almere. En op een gegeven moment bij Utrecht stapte er een groep jongens in. Ja, ze gingen gewoon echt, je weet toch wanneer mensen gewoon aandacht zoeken, maar vervelend. Gewoon de hele tijd mijn naam roepen en gewoon liedjes van me opzetten. Het is een beetje vervelend, omdat ik nu ook niet echt alleen meer over straat wil gaan. Dus ik moet wel altijd met mensen zijn. Maar ik ben iemand die van mezelf het best wel leuk vindt om alleen te zijn. Of gewoon chill. McDonald's? App. Je gaat voor de gratis vouchers en zo, de gratis burgers. Iedereen weet van mij, ik ben Kip Nugget Queen, hè? Als ik iets zie van Kip Nuggets, ik ben in die app meteen, ik krijg melding. Dictafoon, wat is dat? Ja, gewoon om op te nemen. Stel, ik ben in de studio en ik kan niet nu opnemen of zo. Ja. Dan, het maakt niet uit wat ik zeg, ik brabbel gewoon. Je kan zelfs één luisteren, echt delen. Ja. Oké, dus dat is zeg maar die app. Dan ga ik toch wel beginnen met de eerste officiële app van je telefoon openen. Ik zeg Instagram, daar gaan we. Je zit op dit moment op bijna 50.000 volgers. Ja. Netjes. En als ik zeg maar op je Insta kijk, je gaat best wel regelmatig ook live. Dus je hebt heel veel interactie ook met je volgers. Ja, hoe zijn de reacties op jouw volgers? Ja, op Instagram. Ik krijg eigenlijk echt zoveel love op Instagram. Echt heel veel complimentjes. Dat is best wel heel anders, omdat ik vroeger altijd wel iemand was die niet echt vaak complimentjes kreeg of zo. Dus. Waar ligt dat aan, denk je? Dat toch heel veel positiviteit is en dat het minder haat is, om maar zo te zeggen? Ik denk omdat ik gewoon vanaf het begin gewoon mezelf ben gebleven. Ja. Ik denk dat sommige mensen, de meeste mensen dat ook gewoon nu zien en gewoon zien van... En het ook gewoon waarderen op die manier. Ja. Ik zie hier een foto van jou samen met mijn girl Loutje. Yes. Jullie hebben een track natuurlijk uitgebracht. En hoe was dat om met Loutje samen te werken? Ik heb natuurlijk niet zoveel FT's gedaan. Alleen met Latifah nog eentje uit. Dus dit was eigenlijk mijn tweede FT na Latifah. Ja, FT's vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Vooral met zulke schatjes. Ja, Loutje is echt grappig gewoon. Het was gewoon echt grappig om op set te zijn, videoclip te maken. Het was gewoon gezellig. Ik open deze eventjes. Dit is de foto New Trendsetters. Je staat hier op de foto met een vriendin. Waar was dit? Dit was bij Amsterdam Centraal. Goeie vriendin van je? Ja. Ik vind je sowieso een van de doofste female rappers in Nederland. Dat meen ik echt oprecht. Waar zie jij jezelf over een tijdje? Want ik bedoel, ik neem aan dat dit niet is het einde is van, waar je uiteindelijk wil zijn. Ik zit natuurlijk nog op school. Ik ben leerplichtig en zo. Dus mijn carrière heeft altijd een soort van, is altijd de tweede prioriteit geweest. Maar ik heb wel besloten voor mezelf dat het vanaf nu een soort van eerste prioriteit wordt. Ik wil gewoon in de charts staan, hits uitbrengen. Dope videoclips. Goed om te horen. We gaan richting de DM voor deze. Dat is mijn moeder! Wat voor dingen stuurt je moeder naar je? Die van Coach je vriendin, daarom stuurde ze dat. Oh, je moeder stuurt dit soort video's. Ja. Wat was de aanleiding dat je moeder dit naar je stuurde? Ik denk omdat het dezelfde beat is als Coach je vriendin. Ik zie dames in je DM. Merk je dat je meer aandacht krijgt ook van mensen? Ja, allebei. Ja. Ik ben ook een heel vrij persoon. Ik val op jongens en meisjes. Mm-hmm. Ik vind die complimentjes leuk en zo. Maar het komt ook nooit verder echt dan een complimentje of een heel gesprek. Oké, dus nooit eigenlijk met iemand afgesproken? Tuurlijk wel, maar...
Ja, niet vaak of zo. Dat weer niet. Nee, oké. Okay. Wanneer heb je dat wel gedaan? Even kijken. De laatste keer is denk ik 3 weken geleden. Dat is niet zo lang geleden. Die had je ontmoet via... DM? Of... Wat was het? Ik weet het niet meer. Of Snap of DM. Ik spreek sowieso niet met jongens af die ik leer kennen op het internet. Ik vind dat wel heel anders dan met een meisje afspreken. Mm-hmm. Nee, ik spreek niet met jongens af. Oké. Of via internet. Dus dat was... Okay. Was dat uiteindelijk die keer? Ja, was gewoon gezellig. Ja? Ja. Oké. Is dat tot nu toe nog iets, zeg maar, wat gaande is? Of... Nee. Nee? Het is gewoon vriendschappelijk. Oké. Ik krijg allemaal hartijs en ook best wel veel. Ook veel van meisjes inderdaad, weet je wel. Die allemaal liefde en hartijs sturen. Voel je daardoor extra gevleid? Ja, ik zeg je eerlijk, het betekent niet meer. Maar ik weet dat als een meisje je een compliment geeft, dat het misschien wel wat oprechter is dan een jongen. Omdat zij meteen... Ja. Kijk, als jongens mij complimenten geven, dan is het meestal met een bedoeling. En een meisje kan ook gewoon zeggen van... Hey, je bent echt een mooi meisje en dat is het gewoon. Deze zegt hier, even kijken... Cute as fuck, ik zou je zeker wijven. Nou. Dankjewel. Wat is je afkomst, vraagt hier iemand. Ik zeg je eerlijk, nu ben ik ongeveer 2 jaar... anderhalf jaar in Sien, 2 jaar. En ik krijg nog steeds elke dag de vraag... hoe oud ik ben, waar ik vandaan kom... En wat mijn afkomst is. Nou, nog voor 1 keer. Ik kan het allemaal nu opnoemen, maar doe jij het. Ik ben 17. Ik word in november, 11 november, 18. Ik ben half Surinaams, half Nederlands. En ik kom uit Almere. Maar dat was bijvoorbeeld de laatste dan, hè? Met wie je had afgesproken. Mm-hmm. Hoe is dat dan? Dat was dus via Snapchat. Hoe heb je dan daarvoor, weet je wel, voor jezelf besloten... van nou, ik, ja, kan. Mm. Maar kunnen we afspreken. Weet je wat het is? Kijk, sowieso is Snapchat vind ik wel een beetje anders dan Insta. Ik vind Snapchat meer persoonlijker... En als diegene had me toevallig gewoon een snap gestuurd van haar gezicht. Dus dat is meteen heel anders dan dat je reageert, weet je? Ja, dit zijn afstandelijker, gewoon, zeg maar. Ja, dit zijn ook gewoon mijn fans. Ik ga niet op date of zo met fans. Oké, ik snap het. En zij was geen fan, zeg maar. Of zij is geen fan. Ja. Oké, duidelijk. Even kijken. Ik ga gewoon eventjes zo doen. En dan ga ik gewoon... Hup, deze gaan we openen. Wat is dit? Adios mio, mijn hart... Ik zeg jou heel eerlijk, ik heb zoveel mensen hier naast me gehad, maar dat er zoveel met iemand wordt geflirt op Instagram is normaal. Lekker. It goes down. En we hebben er eentje gevonden. Even kijken, deze foto is Yusuf Spang. Dat zeg jij wel, thank you mevrouw. My hype babe, you sweet. Soon coming Mordo, fine ass. En jij zegt, mag ik je meenemen op een date of zo? Wie is dit? Wat voor meisje is dit? Gewoon echt een... aardige meisje. Ja? Gewoon mooi van binnen en van buiten. En je kent haar al langer? Ik ken haar echt heel lang. Ik denk langer dan een jaar of zo. Superleuk. DM is een en al liefde. Dat is mijn conclusie. Heel veel liefde jouw kant op. Ik heb geen enkele haatcomment of haatbericht gezien. Ik denk dat het tijd is voor de volgende app en dat is Snapchat. Snapchat. Ik zie 125 ongeopende snaps. Ja. Hoe actief ben je op Snap? Of ik ben echt heel erg actief op social media of gewoon niet. De laatste tijd probeer ik wel gewoon lekker actief te zijn, zodat mensen me ook zien. Ja, zo blijf je wel relevant. Vind je Snapchat leuker dan Instagram of andersom? Ik vind Snapchat persoonlijker dan Instagram, maar dat maakt het niet per se leuker. Insta is voor mij ook gewoon mijn thuisbasis. Als ik rapvideo's wil posten, dan doe ik dat om het op Insta te plaatsen, niet echt op Snap. Er zijn heel veel meisjes, hè, in je Snap. Ja, ook. Echt meer meisjes dan jongens. Ja. Ik reageer ook niet op jongens op Snap. Maar hoe zou jij want een jongen dan bijvoorbeeld leren kennen? Nou, nu komt echt de theorie van... Ja, nu komt... Ga ik even goed voor zitten. Nu komt mijn theorie van het leven. Gewoon flirterig met jongens zijn, dat kan ik gewoon niet. Ik vind mezelf daar te serieus voor. Ik ga niet zomaar met verschillende boys flirten en zo ben ik niet. Mm. Dus ja, ik reageer ook gewoon niet. Zo simpel is het. Ik ben gewoon jong, ik wil gewoon genieten. Ik heb sowieso geen tijd voor een relatie. Waarom zou ik dan de moeite doen om te praten met... Ja... Oké, wat zou jij waarderen in een in je partner, zeg maar, weet je, als je nu iemand die ook heel erg vooruit denkt, net als ik. Oké. Iemand die goed is met plannen en zo, want ik ben niet goed in plannen, ik ben heel chaotisch. Mm-hmm. Best wel iemand die open-minded is en heel veel nieuwe dingen wilt proberen, nieuwe dingen wilt zien, want dat wil ik ook. Wat staat hier, broer? Wacht even, laat me kijken. Ik had iets in mijn verhaal gepost en die quote zegt... Jij valt op meisjes, je hebt sowieso amsjes voor me daar. Wanneer mensen claimen dat ik veel dames heb? Het wordt heel vaak aan mij gevraagd of ik op meisjes val. Ja, wat vind je ervan dat veel aan jou wordt gevraagd? Een lichtelijke irritatie, omdat het zo vaak gevraagd wordt. Ja, echt serieus? Hoe vaak krijg je die vraag dan? Ja, elke dag gewoon. Serieus? Ik vind het best wel normaal, want kijk, als je naar mij kijkt, ik ben niet een... Je weet toch? Het kan wel als ik dat wil. Dan...
Ik denk dat dat het ook is, omdat ik best wel alle kanten op kan gaan. Ja, dat zijn hard ijs op een foto die jij hebt gemaakt. Wie is ook nog wakker? Dat was gewoon 3 uur in de nacht bijna. Ja, dat was gisteren. 3 uur in de nacht, waar was je dan? Ik was aan het chillen. Kijk, weet je wat het is? Ik heb een vriendengroep die best wel... Ja, we hebben ons eigen leven. 'S Nachts zijn we gewoon beschikbaar. Als ik niks te doen heb, dan... Ja. Dan zijn jullie gewoon met elkaar samen. Ja. En dan kan dat tot heel laat gaan worden. Oké. En je ouders zijn daar gewoon cool mee? Je woont natuurlijk nog thuis. Ik woon thuis, maar ik ben heel erg zelfstandig. Nice. Hoe gaat het op school? Ja. Als artiestenleventje, want je bent een van de weinigen die ik natuurlijk ken die... En naar school gaat. Ik zeg je eerlijk. En muziek. Ik heb altijd gezegd in mijn raps ook dat... school heel belangrijk is. Mijn mening is niet veranderd, maar met mijn school persoonlijk... Gaat het moeilijker nu? Het gaat super moeilijker. Ja? Hoe komt dat, denk je? Ik zit ook op een muziekschool. Mm-hmm. Dus ik had in het begin dat ik echt een beetje te veel met muziek bezig was. Okay. Als ik op school kom en ik moet in de boot, dan voelt het meer als een opdracht. Ik maak muziek meer met mijn hart, met mijn gevoel. En op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat het moest, snap je? Mm-hmm. En ik ben iemand, als het moet, dan ga ik het niet doen. Ik wil sowieso wel mijn diploma halen, alleen weet ik niet of het nu is of over 3 jaar. Ja. Oké. Want stel, je zou niet zo bezig zijn met muziek. Wat zou je voor studie dan of opleiding willen gaan afronden voor jezelf? Vroeger wilde ik alles worden. Ik wilde advocaat worden of ik wilde acteren. Ja, om het zo te zeggen, op de middelbare school had ik al meteen rap. Dus toen ik een kant op moest kiezen, toen had ik mijn kant al. Dus ik heb echt nooit gezeten en gedacht van oké, wat ga ik doen als rap me niet lukt? Ik zeg je eerlijk, ik wil ook niet daaraan denken. Voor mij is rap gewoon... Het moet gewoon lukken. Ik heb geen andere keuze. Dat zeg je heel mooi. Ja, ik wil je bedanken voor je openheid. Je privé heb je toch wel gedeeld met mij, zeg maar. En met de kijkers. Ik ga je telefoon teruggeven. Gaat een last van je schouders. Ik voel het gewoon zo. En super thanks. En we houden je natuurlijk in de gaten. Heb je een laatste woordje voor je supporters, voor je fans? Voor de mensen die dit kijken en die me nog niet volgen. Volg me gewoon. Je ziet het. Het is alleen maar love. Ik gooi ook love. Zeker zo. Dankjewel voor het kijken. Laat ook een reactie achter hieronder. Vergeet ook niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet om op het Phonics kanaal te abonneren. En ik zie jou volgende week weer met een nieuwe gast. We're out. Ciao.